Tot 10 jaar geleden schreef een kwart van de psychiaters niet of nauwelijks medicijnen voor. Dat is nu anders. Medicamenten zijn een wezenlijk element van de psychiatrische behandeling geworden. Zijn pillen daarmee ook belangrijker geworden om te praten? Van een pil leer je toch helemaal niks? Of komt genezing uiteindelijk toch vaak uit een doordrukstrip? Daarover gaat het vandaag in Kijken in de Ziel. Jules Tielens werkt als psychiater met dak- en thuislozen. Vaak mensen met ernstige psychiatrische klachten. Zoals schizofrenie en psychoses. Bovendien gebruiken zijn patiënten vaak drugs. Dat maakt ze extra moeilijk behandelbaar. Bij psychoses kun je wel zeggen dat in 90% tot 95% antipsychotica zinvol zijn. Daar begin je mee? Nee, je begint met praten. Ja? Ja. Ja. Maar dan praat je met iemand die toch een soort in een waanwereld leeft. Ja. Dus dat is anders praten dan wij nu doen. Ja. Toch? Ja. Maar je begint met praten ook en weer niet zoveel anders. Wat je doet is... En dat is wel de kunst van het vak. Dat is wel wat ik geleerd heb in het vak. Is praten met mensen die een hele andere belevingswereld hebben. Die zeggen, luister, er zit een chip in mijn hoofd. Ik heb contact met Mars. Mijn hoofd wordt langzaam door iemand eruit gehaald. En dan wordt het weer 's nachts teruggezet. Nou, en meest van dat soort ervaringen. Ik vind dat fantastisch. Als je zelfstandig gaat wonen, dan moet je... Je boodschappen doen, je huis schoonmaken, je financiën regelen. Ik heb allemaal zelf doen. Ja? Ik heb ook alleen gewoond. Ja. 22 jaar geleden had ik mijn eigen woning in Rotterdam. Ja. Ik kookte zelf mijn eten, mijn kleren, mijn tabak, alles kocht ik zelf. Helemaal, maar dat was voor het laatst dat je een eigen woning had? Ja, dat 22 jaar geleden. 22 jaar geleden had ik een eigen woning. Ja. Maar doe je dat de laatste tijd nog wel? Natuurlijk. De laatste jaren? Ja, ook ja. En doe je hier boodschappen? Nou ja, soms haal ik een paar blikjes bier uit de winkel, dan kom ik thuis en drink ik ze leeg. En hoe is het met het hoofd? Hoe is het met de stemmen die je wel eens over vertelt? Ja, ik hoor stemmen en die stemmen willen dat ik opdrachten moet uitvoeren, maar daar trap ik niet in. Dus ik praat ook niet met stemmen, ik praat alleen maar met de Winties. En Winties zijn Surinaamse vrienden van me, zijn Surinaamse mensen van me, van deze moeder aarde, van eeuw tot eeuw leven, ook van reïncarnatie leven. Daarom praat ik liever met de Winties, mensen die ik ken. Ik begin altijd met het gewoon normaal te doen. Dus niet gelijk met diagnoses gooien en wat ik ervan vind. Kijk, het is een koud kunstje om binnen een paar minuten zeer waarschijnlijk een diagnose vast te stellen. Maar die hou ik zorgvuldig voor mij. Ik begin gewoon met die persoon aan te bieden wat ik denk dat die nodig heeft. Want ik weet toch al, deze persoon is niet oordeelsbekwaam, die moeten we helpen. Ik mag hem vooral niet kwijtraken. Maar ga je werkelijk met hem in gesprek? Of is ja, dat tuurlijk. Meer voor de... Nee, ik ga met hem in gesprek. En maar hij ziet de wereld anders dan jij. Dus je kunt toch nooit op één niveau... Ik kom horen wat er aan de hand is. Gewoon vertel nou eens. En dan zegt die klootzakkers hebben een complot tegen. Precies, ik word hier afgeluisterd. Ja. Ik zeg, nou, vertel er eens wat over. En ik zet die microfoons en dingen. Ja, nou, dan gaan we die microfoons eens bekijken. Ja. Ik kan ze niet zien. Dat is nou net weggehaald. Ja. We zien dat gat wat ik gemaakt heb om die microfoon uit te graven. Ja. Nou, ik ga gewoon er helemaal in mee. Ik heb er eentje gehad die zei, ik heb een chip in mijn hoofd. Het is een chip in mijn hoofd. Echt, ja. En ik zei, nou, met die man was ik al iets langer in gesprek. Ik zei van, luister, er kunnen twee dingen zijn. Ik heb zo weer je verhaal gehoord. Ofwel, je wordt door een psychose om de tuin geleid. Jij voelt het zo, maar het waarschijnlijk is het niet zo. Of het is, iemand heeft echt een chip in je hoofd gezet. Weet je wat wij gaan doen? We gaan een foto van je hoofd maken. Zo doe je dat echt? Ja, ik samen met hem, maar onverzekerd ook, net al onze lieve vrouwengasthuis. En ga je dat ook echt doen? Ja, tuurlijk. Ja? Ja. En dan zie je dus, en dan moet je dus van tevoren wel even uitleggen aan de geachte radioloog. Die denkt, wat heb ik nou, een fiets hangen? Natuurlijk heeft die man geen chip in zijn hoofd. Dat is een raar verhaal. Dan moet ik uitleggen, die man weet het, gelooft dat stellig. Nee. Wat ik doe is met hem meegaan. Ik laat hem zien dat ik het serieus onderzoek. Grofweg geschetst kun je de psychiatrie indelen in artsen die pillen voorschrijven. Hè? En therapeuten die meer zien in gesprekken. Ja. Waar zit jij op die schaal? Nergens. Soms links, soms rechts en soms in het midden. Want dat hangt af van de klacht. Nou, van waar je werkt. Ja. Kijk, het is een onwaarschijnlijk breed vak. Ja. Dus het gaat van jong naar oud. Het gaat van knettergek naar prettig gestoord. Ja. En ik werk nu op dit moment 3 dagen per week op een gesloten opnameafdeling. Daar wordt niet veel gepraat. He, dat is pillen. Ja. Mensen koest houden. En
De rest van de tijd zit ik in een psychotherapiepraktijkje in mijn eentje te neuzelen op, op levensfaseproblemen. Ik was van huis uit, of ja, liever gezegd, ik was begonnen eigenlijk als psychotherapeut. Dus de man van de gesprekken? Van de gesprekken, ja. Ja. Daarnaast verstrekte ik ook pillen en verstrekte ik elektroshock wanneer beïnvloeding van het organisme met anderen dan met praten en met gedragsmatige maatregelen, ja, probeerde ik die mensen van gedrag te laten veranderen. In het begin waren er veel meer bijwerkingen dan er tegenwoordig zijn. En die werden voor een groot deel ontkend. Dus je kreeg echt ongelukken in de klinieken. Daar heb ik heel veel narigheid van gezien. Maar wat bedoelt u dan met ongelukken? Nou, bijvoorbeeld darmperforaties, doordat mensen heel lang antispasmemiddelen gebruikten. En dan werden die darmen slap en wijd. En dan plofte zo'n darm wel eens. Dan kreeg je een enorm gedonder in die buik. En dus van de regen in de drup, zeg maar. Ja, dat heette de vogelenzangdarm zelfs. Een chirurg in Haarlem noemde dat de vogelenzangdarm. Zeker in Nederland, meer dan in bijvoorbeeld Frankrijk. Is er vooral de laatste 10 jaar... zijn de biologische psychiatrie en de psychotherapie, laat ik het zo even noemen, naar elkaar toegegroeid. En wat betekent dat in de praktijk? Dat in de praktijk beide belangrijk kan zijn. Het is niet zo dat je voor alle aandoeningen medicijnen voorschrijft of voor alle ernst van aandoeningen medicijnen voorschrijft. Het is niet zo dat je bij elke psychiatrische aandoening uitgebreid gesprekken houdt. Maar in het algemeen is het zo dat je beide vormen tot je beschikking wil hebben en van beide gebruik wil maken. Dus je gebruikt het ook allebei? Ja. En u zegt in Frankrijk is dat anders? Nou, dat was in ieder geval destijds zo. Waar daar was de scheiding tussen de biologische psychiatrie en de psychotherapie strikter dan ik het in Nederland ooit gekend heb. Er zijn psychiaters die noemen zich tegenwoordig biologisch psychiater. Dat is kletskoep. Ja? Ja, dat is onzin. Ten eerste, wat bedoelen ze met biologisch? Biologisch, dat is ook weer zo'n misverstand. Hè? Bedoelen ze vaak, heel vaak fysiologisch. Hè? Ja. Dat is hoe de stoffen in je brein werken. Maar biologie betekent letterlijk de mens in zijn, of de mens of de dier in zijn biotoop. Denk aan het gansje van Lorenz. Hè? Toen hij uit het ei kwam en toen zag je meneer Lorenz. Dan gaan ze erachteraan lopen, denken voor ons leven zo lang, dat is mijn vader. Hè? Dat is de biotoop waar je in zit. En dat is in feite de biologie. En als je zegt, ja, dat is biologisch psychiater, ja, alles is biologisch. Ja. Of ik ben een psychotherapeutisch psychiater, ja, hanteer je dan nooit pillen? Wat is dat voor iets geks? He? Een psychiater dient zich van beide methodes te bedienen. Je hebt wat we vroeger de vitale depressie noemden. En, waarin echt biochemisch niveau iets in de hersenstofwisseling misloopt, waardoor mensen een enorme somberheid ervaren. En dat, kun je met en dat een pil knapt oplossen. Vaak met antidepressiva goed op. Maar er is natuurlijk ook de reactieve depressie. Hè, dat mensen zelf hun neurochemisch evenwicht verstoren onder invloed van iets wat in hun leven gebeurt. En ook dat kan met pillen een end opklaren. Maar je kan ook de weg kiezen van het gesprekken voeren. En dan is het grappige, daar is tegenwoordig ook onderzoek over, daar weet Jan Swinkels trouwens veel over, dat mensen onder invloed van die therapeutische gesprekken zelf hun hersenchemie gaan herstellen, zodat die depressie opklaart. En dat kun je ook zien, hè, in de hersenen. Ja, en dat heeft dan een blijvend resultaat. Terwijl als je het met pillen aanpakt, zakt het weer terug zo gauw die medicatie. Dus dat is een zelfhelend vermogen. Ja. Het is echt een volkomen simplistische, als ik het mag zeggen, beschouwing van de psychiatrie. Om te denken, er zijn mensen die geven pillen en er zijn mensen die praten. Zo zit het niet. Zo zit het echt niet. Want u werd wel eens een beetje gekscherend de pillenkoning genoemd. Ja, dat weet ik. Dat weet ik. Kijk, toen ik hier kwam in 1993, vond ik het belangrijk om aan te geven dat het een vak is waar pillen ook een rol spelen, maar niet zozeer de pillen. Maar wat ik veel belangrijker vind, is dat je aan goede diagnostiek doet. Dat het een vak is, dat het een onderdeel is van de geneeskunde. Waarbij pillen een rol spelen.
En wat ik heb laten zien toen, of wat ik heb in ieder geval proberen duidelijk te maken, is dat pillen soms heel effectief kunnen zijn. We hebben een garantie dat als je alles gebruikt wat er aan medicijnen en elektroconvulsieve therapie noemt, shocktherapie. Elektroshock, komen we op te praten. Ja, geeft u een garantie dat het helpt? Ja, wacht even. Als je dat allemaal bij elkaar neemt, dan geef ik een garantie. Ik of men, uitzonderingen daar gelaten enzovoort natuurlijk. Dat je in 80-90% van de gevallen klachtenvrij kan zijn. 80-90%? Ja. Maar dan ben je misschien jaren bezig. Nee, ik ben niet jaren bezig. Dat kost, als het in één keer aanslaat, 3 maanden. Ik verzet mij enorm tegen, het begint nu een beetje te keren, maar wat we 10 jaar geleden zeiden nog, ik weet niet of je professor K. nog kan herinneren bij Paul Witteman. Mm-hmm. Hè? Depressie is in feite, als iemand depressief blijft, heeft hij niet de goede pil gekregen. Wat een nonsens. Dat is een kleine uitspraak voor een man en een grote stap terug voor het vak psychiatrie. Echt waar? Ja. Want wat is daar fout aan gezien? Wat het zegt, is dat je dus, we hadden het net over verantwoordelijkheid nemen voor je eigen gezondheid. Dat haal je helemaal eruit. Dat wil zeggen, het is een pech, je hebt het lot, je biologie is niet goed. Dokter, wanneer ben ik weer beter? Dokter, maak mij beter. Maak mij beter, ik zit te wachten, zeg. Sommige collega's reageren toch enigszins fel op u, hè? Op uw, dat ze zeggen van, Kaan ziet het brein te veel als een machine. Als een kilootje eiwit, zeg maar. Nou ja, het is overigens meer dan een kilo eiwit. Ja, het is anderhalve kilo eiwit. Ja. Het is een machine. Maar een machine is toch... So what? Ik bedoel, wat is dat verkeerd? Het is een machine die interacteert met de omgeving. Ja, maar... Als mensen het over de ziel willen hebben, dan moeten ze niet bij mij zijn, inderdaad. Die machine-metafoor is een metafoor. Welke machine-metafoor? Nou ja, dat is waar Kaan zich op baseert. Van het lichaam bevat organen en de hersenen zijn ook maar een orgaan. Net als de lever. Dus laten we vooral doen alsof de psychiater net zo iemand is als de chirurg en de internist. Dat is een heel sympathiek model. Is dat niet een heel correcte... Dat emancipeert het vak natuurlijk. Het is een hele werkbare hypothese. Ja. Tegelijkertijd is het ingewikkelder dan dat. Want dat brein is een rare substantie. Heb je het wel eens gezien, een brein? Ik heb het een keer in een laboratorium gezien. Ja, het is, maar vertelt u eens hoe het eruit ziet. Dat is een beetje anderhalve kilo kabel, hè? Vet. Ja. Hè? En dan, het zijn allemaal draadjes. Hè? Geloof dat de windsels ook lopen? Hè? Ja. Er zit iets van 450.000 kilometer draadje in, geloof ik. En er zitten 5 tot 10 triljard verbindingen in dat brein. En we hebben 5 triljard sterren in het heelal, hè? Mind you. Hoe complex dat is. Welk deel van dat brein begrijpt u als psychiater? Een fractietje. Ja, noemt u zo, kun je dat in procent uitdrukken? Ja, misschien 10%, ik roep maar wat. Ja, ja. We weten eigenlijk heel weinig nog van hoe dat in die hersenen eigenlijk er precies aan toe gaat. Wie weet nou wie wanneer op welke pil gaat reageren en waarom niet? En dan, ook al geloof je heilig in die pillen, zijn er nog altijd mensen die op al die pillen niet reageren. En dat betekent dat die theorie niet sluitend is? Nee. De succespercentages van die antidepressiva, die halen er niet bij bijvoorbeeld antibiotica. Dus als je het... Als je het op die manier bekijkt, is het natuurlijk toch nog steeds een achterlijk vak. Want met antidepressiva kun je toch 7 van de 10 patiënten... Ja, zegt Kaan. En dan alle mensen die geen pillen willen slikken of die al na 2 of 3 dagen stoppen vanwege bijwerkingen, die tellen ze dan niet mee. Nee. De helft verbetert met de helft. Dat is ongeveer wat het is. Ja, ja. Nou, als jij een longontsteking hebt en je krijgt een antibioticum, dan zou jij geen genoegen meenemen met 50% kans dat het antibioticum wat doet. De invloed van medicatie wordt steeds groter, zeg maar. Mm-hmm. Gaat dat u aan het hart? Want u bent toch de man van de gesprekken. Nou, ik denk niet dat die toekomst heeft. Dat zal zeker niet de toekomst van de psychiatrie zijn. Nee. Ook al zal de farmaceutische industrie nog zoveel geld en reclame pompen. Er is een tendens van de farmaceutische industrie om veel geld te investeren in het voorschrijfgedrag van dokters. En dat gaat soms te ver. Dat ze altijd voor dat ene middel kiezen? Ja. Dus dat doen ze dan met cadeautjes of met reisjes. Ja. Je krijgt dan soms congressen waar symposia zijn en waar ze hun middelen aanprijzen. Ja. Wanneer hebt u voor het laatst een leuk reisje aangeboden gekregen? Ja, toen ik al in Utrecht kwam in 1993, zei ik, ik neem van iemand een reisje aan. Dus dat doen ze niet meer. Dat gebeurt ook niet meer? Nee, dat gebeurt ook niet meer. U hebt wel eens gezegd, mijn vak is gegijzeld door de farmaceutische industrie. Ja, wat bedoelde u daarmee?
Nou, dat ze daar een hele grote invloed hebben. En hoe dan? Door het organiseren van congressen, door het organiseren van leerstoelen. Ik denk op zich een leerstoel, maar volgens mij is die dan niet in Nederland, die voor een gedeelte door de industrie gesponsord wordt, is helemaal niet erg als dat maar duidelijk is. Als iedereen het weet. Als iedereen het weet. Misschien weet ik het niet, omdat het gebeurt zonder dat ik het weet. Maar ik ken ze niet. Mm. Ik ken niet één. In de psychiatrie misschien, in de farmacie of een andere ding. Mag de industrie hun waar aanprijzen? Ja, dan vind ik dat ze dat prima mogen. Als wederom duidelijk is, dit is een, wat je bij congressen vaak ziet, een satellietsymposium van industrie A of van industrie B. En daar prijzen ze. Dat is altijd even duidelijk wel. Dat is volgens mij heel duidelijk. De cadeautjes en de reisjes als ruil voor het voorschrijven van hun medicament is eigenlijk onbegrijpelijk dat dat kan bestaan. Komt dat veel voor? Dat is usance. Usance. Ja? Ja. Dus de meeste psychiaters maken wel eens zo'n reisje? Of? Ja. En dat is verwerpelijk? Nou, het is zo algemeen gebruikelijk. Het is zelfs nu zo dat er een richtlijn voor gekomen is. Die zegt dat je per jaar niet meer dan zoveel euro, ik geloof 1500 euro, bijdrage van de industrie mag hebben aan reizen die je maakt. Ja. En dat mag per keer niet meer dan 50% van de kosten zijn. Zo'n soort formule is er. Ja. Dus enerzijds is dat goed, zou je zeggen. Hè? Dan ja. Is het aan banden gelegd. Ja. Maar anderzijds is het ook daarmee geïnstitutionaliseerd. Dat je het is, goed vindt eigenlijk. Het is eigenlijk officieel gemaakt. Het mag, maar niet te veel. Ja, maar het slaat eigenlijk nergens op. Ik geloof niet, ja, tenzij ik naïef ben, ik geloof niet dat een psychiater zegt, ik ga nu pil A voorschrijven, omdat nou net de artsenvertegenwoordiger van die firma is langs geweest. Dat gebeurt niet. Ja, aan de andere kant zeg je, waarom gebruiken ze dan nog steeds artsenvertegenwoordigers? Ja. Dus het zal waarschijnlijk wel effect hebben. Als het niet zou werken, zouden ze het niet doen. Ja, dat is de andere kant. De industrie is eigenlijk de enige oprechte partner in dit geheel. Die willen gewoon winst maken. Dat zijn en die, dus ook. Die spelen gewoon open kaart van, het is ons belang. Ja. He, dus als dat belang er niet zou liggen, dan zouden ze het niet doen. Kom binnen. Als u hier gaat zitten. Ja. Hoe vindt u nu uw stemming? Hoe zou u die omschrijven? Prima, stabiel. Niet hallo, halleluja, want dan is het weer fout. Uh-huh. Maar gewoon... Oké. Okay. Ja, okay. En ook niet somber. Oh, nee hoor. Uh-huh. Nee hoor. Uh-huh. Nee hoor, absoluut niet. En dat kan jaren zo goed blijven gaan. Ja. Ik ken de tekenen van dat het niet goed gaat. Ja. Ja. Die ken ik, exact. Dat is heel goed. Wat is bij u het eerste teken? Overmoedig. Ja. Je kan alles aan. Je begint ook aan alles. En het lukt je nog ook. En heeft u op dat moment ook besef daarvan? Nee. 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 Dus eigenlijk zou je nog een fase daarvoor moeten hebben die je wel herkent? Waarschijnlijk wel, ja. Waarschijnlijk wel, ja. Want is er nog een fase voor dat u bijvoorbeeld, sommige mensen beginnen minder te slapen? Minder ik sliep helemaal niet meer. Nee. Ik heb een jaar lang niet geslapen. Ik heb hier ook een slaapuur gehad van een week. Ja. Als u slechter begint te slapen, moet u eigenlijk al aan de bel trekken. Ja, ja in feite wel, ja. Ja. Praten, of psychotherapie, is ook niet zonder bijwerkingen. En, nee. En is ook niet ongevaarlijk. Want wat kan er misgaan dan? Als je iemand bijvoorbeeld een inzichtgevende psychotherapie geeft, die op dat moment heel kwetsbaar is, en dat zijn mensen die opgenomen zijn, die zijn in crisis, dan kun je iemand volledig uit balans brengen. Heb je het wel eens meegemaakt? Ik heb wel eens meegemaakt dat een patiënt uit een soort van cursus kwam. Dat zijn van die cursussen waar dus ook op tv wel eens aandacht aan besteed. Waarin mensen eigenlijk een week lang voortdurend een soort landmark-achtige ja, inderdaad, zo'n soort cursus.
En die patiënt die kwam bij ons in de separeer terecht. En die was volledig de weg kwijt. Daardoor? Omdat het soms gevaarlijk is om in iemands psyche te gaan graven? Ja. Het is bij de vraag of je de emotie achter de emotie vanuit het onbewuste moet zoeken tot in het eindeloze. Want dat heb je bijvoorbeeld met trauma's. Hè? Dat, vaak worden mensen uitgenodigd om dat te herbeleven, dat moment. Ja, dus dat was ook een oude opvatting eigenlijk. Sinds de Bijlmerramp is duidelijk geworden dat het helemaal niet beter werkt om mensen na een trauma meteen te debrieven, zoals dat heet. Om terug te brengen naar dat moment? Ja, om uit te horen van wat heb je nou precies gezien, vertel het dan nog eens, vertel het dan nog eens. Dat werkt niet? Nee, dat kan je beter niet doen. Zelfs emoties moet je de ruimte geven, maar je moet ze niet eruit trekken. Want je moet het heel erg gehouden op geleiden van het angstniveau van de patiënt. Dus dat mensen mee om kunnen gaan, zeg maar. Dat is belangrijker dan dat het helemaal tot op de bodem wordt uitgespit. Ja, het is dus niet zo dat als je het 10 keer hebt verteld, dat het dan weg is. Ja, we hebben allemaal afweermechanismen. Dus dat, stel dat je mij een vraag stelt nu die ik niet prettig vind, dan kan ik daar overheen praten bijvoorbeeld. Ik kan een totale andere richting opgaan en soms gebeurt dat zelfs ook onbewust. Dus ik kan zaken vermijden die voor mij pijnlijk zijn. Op het moment dat je daar toch op in gaat vragen, dan ga je eigenlijk dat afweermechanisme voorbij. Die mechanismen hebben we niet voor niks. Dat is bedoeld ook om onszelf te beschermen. Ik heb meneer K. Van 32 jaar. Die is hier zaterdagavond opgenomen in de crisisdienst. Het is een meneer zonder psychiatrische voorgeschiedenis. Zaterdag op een cursus neurolinguistisch programmeren was. Dat is een cursus waarbij je het onderscheid tussen je bewustzijn en je onderbewustzijn heel erg gaat uitzoeken. Nou, op die cursus voelde hij zich gedurende de dag eigenlijk steeds wat onrustiger en drukker in zijn hoofd worden en had het gevoel dat het niet goed ging. Is toen ook eerder naar huis gegaan. De mensen van de cursus hebben zijn vrouw ook opgebeld dat hij eerder naar huis kwam dat het niet goed ging. Is thuisgekomen, maar naarmate de avond vorderde werd hij eigenlijk steeds anders. Hij wilde niet meer dat zijn vrouw hem alleen liet. Hij ging achter haar aanlopen in het huis alsof hij haar soort van in de gaten hield. Zij vond dat heel beangstigend ook. Hij zei op een gegeven moment tegen haar rond 10:45... toen zat hij op bed, zei hij, ik zie mijn vader zit voor me. En die zakte in elkaar. En daarna zei hij, ik ben mijn vader geworden. 'S nachts werd hij erg opdringerig in bed. Echt ruw, wat hij heel vervelend vond. En hij geeft achteraf ook aan dat hij bang was dat hij haar zou verkrachten. En daarom is hij toen uit huis weggelopen. En is door de buren schreeuwend en in zijn ondergoed op straat aangetroffen. En hij wou gaan rijden met de auto en dat hebben ze allemaal weten te verhinderen. En vervolgens is hij hierheen gebracht om op verdenking van een psychotische episode. Ja, maar wat voor psychotische episode, als je het zo beschrijft, waar lijkt dat op? Een psychotische stoornis en AO, dacht ik. Ja, maar het lijkt wel erg op een manisch beeld, ook al heeft het heel kort geduurd, met die opwinding, die angsten, de psychose, achterdocht mag erbij, maar ook de extreme ontremming die hij had. Ja. En ook het herstel moet je misschien even vertellen hoe het hier is verlopen gedurende de opname. In de ambulance heeft hij al eenmalig al dol gekregen. En hij is eigenlijk uit zichzelf in 2 dagen tijd bijna helemaal genormaliseerd. Het lijkt een manische ontremming, maar voor een bipolaire, het verloop lijkt er niet op. Het is duidelijk dat die man ontspoord is. De vraag is alleen, hoe erg is het? Is dit echt volkomen anders dan hij normaal is? We zullen hem zo zien, maar zo klinkt het wel. En dan maar 32 voor het eerst en nooit andere affectieve symptomen. Dan moeten we eventjes goed uitzoeken wat het is. Je mag wel even. Goedendag, mijn naam is René Kaan. Ik ben hoogleraar psychiatrie op het Academisch Ziekenhuis. En ik ben een van de artsassistenten in opleiding. Hoe bent u hier zo in het ziekenhuis beland? Wat is er gebeurd? Nou, ik heb een eenmalige psychose gehad, is mij verteld. Ja. Vindt u dat zelf ook zo? U ziet ook zelf dat het iets anders was dan anders? Of? Ja, dat zie ik ook wel. Dat ziet u ook echt wel? Ja. Wat mij zo opvalt, u bent zo'n cursus gaan doen, neurolinguistisch programmeren. Dan denk ik, ook als ik u zie en het verhaal, dan denk ik,
U bent niet de eerste klant die ik me daar in zo'n cursus kan voorstellen. Begrijpt u wat ik bedoel? Of paste dat wel bij u, zo'n cursus? Ja, dat past volgens mij ook wel bij. Ja? Ja. Want? Nou, omdat ik ook wel hou van communiceren. En leer communiceren. Oké. Dus u heeft het meer gezien als u zegt, ik ga een cursus doen om gewoon me meer te bekwamen in het communiceren. Dat was meer de gedachte. Ja. Oké. Okay. Nou, veel dank voor je hef. Als we het er nog eventjes over hebben, zo. We zullen maar eventjes moeten afwachten. Oké, okay. Nou, dankjewel. Dus. Ja. Tot ziens. Okay. Bedankt hoor. Tot ziens. Ja, tot ziens. Zo. Ik vind het wel heel gewoon. Ja, hè? Ja. Ja, ik zou toch inderdaad zeggen, het is een kortdurende psychotische reactie geweest op de stress van die cursus. Ik zou het maar nogmaals een neurologisch onderzoek doen, zeker weten dat er niks allemaal iets griezeligs zit, maar ik denk het niet. Hij is volkomen normaal, komt hij ook niet. Echt volkomen normaal. Hè? Ja. Nu is hij toch werkelijk helemaal niks. Nee. Niks aan te zien. Hij is normaal van een volkomen herstel. Psychiaters moeten sinds 2 jaar alle verrichtingen die ze doen als arts vastleggen. Dat heet de diagnose-behandelingscombinatie. En u bent een van de mensen die dat systeem heeft bedacht. Hè? Mm-hmm. Wat is het nut daarvan? In een paar zinnen. Nou, het nut daarvan is dat je dat mensen zich moeten. Het komt erop neer dat mensen zich moeten verantwoorden over wat ze doen. Net als alle andere dokters in de geneeskunde. En diagnose, want dit bestond al voor andere takken. Dat stond in de hele geneeskunde, in de hele wereld. Hè? We zijn een van de laatste landen die dit doet. Hè? Een diagnose is meer een soort beschrijving van het probleem. Bijvoorbeeld gebroken been. Hè? Ja. Daar hebben we zelfs Latijnse term voor. Dat zegt nog niet zoveel over de behandeling. Want hij kan zus gebroken zijn, zo gebroken. Zegt ook niet hoe het komt. Dat staat er allemaal niet in. Ja. Maar we beschrijven ziektebeelden objectief. Ook depressies, paniekstoornissen. Hè? En ik vind dat dat ook gewoon erkende ziektebeelden zijn. Net zoals een blinde darm en een longontsteking. Hè? Wij in de psychiatrie ook ziektes. Dus eigenlijk het begon vanuit een emancipator. Gewoon, tuurlijk. Punt 1 komt dus een vorm van transparantie. Hè? En wat we tot nu toe gedaan hebben, hebben we in Nederland gekeken in die geestelijke gezondheid. Zeg, wat doen de mensen nou eigenlijk? Iedereen is een proefonderzoek geweest en alles wat. Nou, dat is als het ware de basis geworden voor het huidige systeem. Mijn soort vak is dat een totale onzin. Je kan helemaal niet in 1 of 2 gesprekken zeggen wat precies de diagnose en de achterliggende oorzaak daarvan is. Hè. Daar kom je gaande de gesprekken met die patiënt pas achter. Je weet ook niet hoe sterk die patiënt is, wat voor mogelijkheden die heeft. Hoe diep je met die therapie zal kunnen gaan. Misschien moet de boel vooral toegedekt worden en ben je in 5 gesprekken klaar. Hè, dat iemand de boel een beetje weer op de rails heeft. Maar misschien is het ook nodig om 4 jaar lang met iemand wekelijks of 2 keer in de week heel diep te gaan en de boel recht te zetten. Dus daar kun je geen standaard voor bedenken. Dus je kan helemaal niet zeggen, die hele DBC-structuur is totaal ongeschikt. Het is ingesteld door zorgverzekeraars om controle te houden, om kosten te beheersen. Maar niet primair om de kwaliteit van de gezondheidszorg te verbeteren. En is die verbeterd, die zorg, of juist niet? Nou, ik denk dat die DBC daar niet aan toe of af doet. Wat ik er eigenlijk heel bezwaarlijk aan vind, is dat je dingen doorgeeft over je patiënt die eigenlijk onder je beroepsgeheim vallen, die je onder je zou dienen te houden. En ik vind het helemaal absurd dat mensen die gewoon zelf voor hun behandeling betalen, dat dan de overheid in de vorm van de zorgautoriteit zich daar nog mee gaat bemoeien en daar gegevens over wil hebben. Waar bemoeien ze zich mee? Je bent zelfs een economisch delict aan het plegen als je mensen die zelf niet willen dat hun verzekering op de hoogte is en toch jouw hulp zoeken, dat is verboden. Vult u het altijd netjes in? Ik ben ongelooflijk gewetensvol, ja. Hoeveel tijd kost u dat? Uren. Ja? Per dag, ja. Dat is ook de reden waarom ik ermee gestopt ben. Nou ja, dat kwam ook. Waarmee gestopt? Met een psychiatrische praktijk. Ja? Ja. Sinds wanneer? Sinds vorig jaar. Ja? Ja. U dacht, ik word gek van die papierwinkel. Ja. Dat is nogal een stap. Ja, nogal een stap. Dus u laat uw vak los vanwege de. Ja. En ik ben niet de enige zelfstandige gevestigde psychiater die dat doet en deed. Het is echt onzin. Ja? Dat is echt onzin. Ik doe het zelf ook, want ik ben altijd iemand die midden in de praktijk staat. Ja. Het is lastig, dat geef ik toe, om het te beheersen en om het te snappen. Ja.
En als je dat niet doet, kun je ook iemand inhuren. Ik ken zat collega's die bureautjes daarvoor inhuren, dat voor hun doen. Nou, dat kost een hoop geld. Dat kost niet een hoop geld. Dat kost niet meer dan vroeger. Als het systeem echt in perfectie werkt, zoals het toch een aantal landen ook doet, dan hebben mensen er veel meer omkijken naar. Maar er zit inderdaad een dilemma dat we openlijker over onze ziektes moeten kunnen om. Wat we daar maar je toch als je privacy. Burger, ja, privacy. Ja, goed. Dat maar je toch... hebt als burger toch rechten? Maar als ik nou werkgever ben en ik overweeg om iemand aan te nemen, dan zou ik dat misschien toch best even gecheckt willen hebben of die een depressie achter de rug heeft en dat misschien mag nog een krijgt. Dat mag niet. Maar als ik daar nou iemand ken, dan zou het in de computer kun je komen. Denk je dat dat niet uitkomt dan? Iedereen weet dat hackers zelfs in het Pentagon kunnen hacken. Hè? Dus ook ik in ben dit soort... Ja, niet, ook in dit soort systemen. Ja, ja. Ja. U vindt het onveilig? Ik vind het onveilig, ja. Kijk, alles kan in theorie. Maar het gaat er vanaf of je paranoïd bent ingesteld. Hè? Of je heel achterdochtig bent naar de samenleving. Ja. Dus je denkt, iedereen probeert er alsmaar misbruik van te maken. Hè? Ja. Maar er zijn ook wel mensen die daar op zich geen misbruik van hoeven. Alles wat kan, is ooit een keer misbruikt. Ja, ja dat is ook zo. Maar tot nog toe, tot nog toe is het bij mij, ik doe nu al 1 jaar of 10 internetbankieren. Er is nog nooit iets misgegaan. Dus alles kan. Hè? Ja. En je kan zeggen, oké. En toch, dat is denk toch ik... nog iets anders, want dat heeft met geld te maken. Niet met wie jij bent en wat je in je hoofd hebt. Nee, maar niet wie je bent staat niet in een diagnose. Nee? In een gebroken been staat er niet... Er staat in dat je hebt een depressie, matig. Ja, maar ik vind het misschien niet prettig dat ergens geregistreerd is. Dat is toch iets tussen u en mij? Nee, dat is wel tussen mij en mij. Maar er moet toch iemand betalen? Dat betaal jij mij toch niet? Nou, ik denk dat in onze maatschappij de privacy op het spel staat. Maar door die DBC ook? Onder meer. Het is één... Eén van de aspecten. Want Swinkels DBC... zei dat kun je bijna nooit terug te herleiden naar die patiënt. Gelooft u het? Hij zei het is veel veiliger dan internetbankieren. Dat zou kunnen, maar tegenwoordig je burgerservice nummer is het eerste wat je kwijt bent als je het ziekenhuis binnenstapt. Mm-hmm. Alles is verbonden met een burgerservice nummer. Ja. Ik denk dat onze maatschappij weinig privacy waarborg meer heeft. Ja, en die DBC draagt daaraan bij. Een vermindering van de privacy. Dat denk ik van haar. Is dat voor u zelf iets waarvan u denkt, als dat zo doorgaat, hou ik hem heel? Ja. Ja? Ja. Ja, en dan ben ik niet de enige. Bent u dat collega's. Moment al dicht genaderd? Ja, nou ja, ik heb toch nog hoop dat er misschien ergens alarm geslagen wordt... of dat er eens een keer een proefproces komt... waardoor de boel weer veranderbaar. Maar het heeft is al wel eens heel ver. Met minister Klink bijvoorbeeld over gepraat? Ik zou heel graag met die man daar eens over spreken. Maar ik zou eigenlijk wel ontzettend graag willen... dat die man eens een keer onder neurotische klachten zodanig leed... dat hij naar een psychotherapeut ging. En dat hij dan merkte hoe dat ging. Want ik krijg brieven van meneer Klink... waarin staat dat als een patiënt zich voor het eerst bij mij vervoegt... dan moet ik vragen of hij zijn paspoort wil laten zien. Dan moet ik zijn SOFI-nummer noteren. En, nou ja, zo begint het dan. Moet je nagaan. Zakelijke kan het iemand niet. Heeft zich echt... tegen al zijn angsten en onzekerheden in. Eindelijk is hij zover dat hij naar een therapeut durft. En dan wordt dan een paspoort gevraagd. Bent u het wel? Ja. Ja. Dus u bedoelt, dat zou goed voor hem zijn als hij dat is meegemaakt? Ja, of als hij dan bijvoorbeeld in therapie wil, maar niet wil dat mensen dat weten. Dan wil hij zelf betalen. Ja, maar dat mag niet, weet je wel. Ja. Ik moet het toch doorgeven. Maar het zou natuurlijk dus dat iemand dus zou merken hoe idioot en hoe schadelijk die regelgeving is. Want in theorie kan het natuurlijk dat de mensen die dit mede hebben tot stand gebracht, die wetgeving, dat die ook zelf de praktijk van de therapie kennen. Weet je dat ook zo is? Is dat zo? U kunt natuurlijk geen namen, maar u kent zeggen, mensen die... Ja, natuurlijk is dat zo, ja. Dus dat is ook van een hypocrisie en een lulligheid waar je van achterover slaat. Vindt u die? Het rare is, ik las een keer, met kerstmis was dat geloof ik, een interview met Klink. Dat ging dan over zijn ministerschap, weet ik wat. En toen vroeg die interviewer aan het eind van, goh, als u uw leven over zou doen, wat zou u dan voor beroep kiezen? Nou, zei Klink, ik zou wel heel graag psychotherapeut zijn, want mensen helpen, dat is zo fijn. En dat zegt dan de persoon die dat vak de nek omdraait. Onbegrijpelijk. Nee, ik zou graag eens met die man praten.